Ik zit hier op echt een gigantisch eiland vol met dino's. En op dit eiland kan je ook zelf dino's craften. En dat ga ik meteen even doen, want ik wil mijn eigen dino hebben. Dus hoppakee, hier krijgen wij een ei. En als ik dit ei neerzet, komt er als het goed is een dino uit. En hallo dino. De dino wil dus een appel hebben en die kan ik geven. En nu heb ik gewoon mijn eigen dinosaurus. En hier voor mijn neus zie je een map met allemaal verschillende locaties. En deze locaties moeten wij gaan vinden, want dan kunnen wij nog meer dino's proberen. Alleen ergens op de map zit een dinosaurus en die wil je echt niet tegenkomen. Oké, laat ik eerst maar even naar die dinosaurus gaan linksonder, want het gele pijltje is waar ik ben. Dus we gaan daarheen lopen. Dat betekent dat wij deze richting op moeten. En ik kan ook een auto pakken of blijf ik op mijn dino? Ik denk dat ik op mijn dino blijf. Dan over dino's gesproken. Hier loopt er een. Nee. Niet mee aanvallen. Ik ga daar vandoor. Doei. En wat? Hier loopt ook weer een dino. Oké, dit is een aardige dino. Dit is een planteter. Alleen ik moet uitkijken, want er loopt hier ergens op het eiland een hele grote dinosaurus rond. En als ik die tegenkom, dan ga ik 100% keihard dood. En daar heb ik niet heel veel zin in. Oké, eens even kijken. Kan deze dino ook zwemmen? Nee, deze dino kan niet zwemmen. Dino, ik laat je weer met rust. Ik wil een dinosaurus hebben die misschien kan zwemmen of zelfs kan vliegen. Want aan jou heb ik niet heel veel. Gelukkig volg jij mij wel, volgens mij. Daar ben ik wel blij mee. Als het goed is, was die andere dinosaurus hier ergens. Alleen kijk, daar loopt dus een van die T-Rexen. Alleen dit zijn kleintjes. Maar die zijn al met elkaar aan het vechten. Dus ik moet uitkijken voor die dinosaurussen. En voor deze hier moet ik ook uitkijken of niet? Hallo, ben jij vriendelijk of ben jij boos? Oké, jij bent vriendelijk. Daar ben ik wel blij mee. Alleen heb ik zo'n idee dat die daar in de verte niet heel vriendelijk zijn. Maar hier voor mijn neus zien we als het goed is het allereerste ei. En wat heb ik nodig om deze dino te craften? Ik heb eieren nodig, een veer en een boon. Ik heb al een boon. Ik heb alleen geen eieren en een veer. Dus dat is nog wel even een probleempje. En hallo Noah, kan ik misschien met jou wat traden? Deze eieren in het nest zijn altijd te groot om mee te nemen. Maar ik denk dat er een normaal dinosaurus-ei in zit. Wat doen ze dan dit ei? Wat is hier? Oh mijn god. Er staat hier voor mijn neus gewoon een dinosaurus-ei. Alleen wat gebeurt er als ik hierop klik? Hallo. Wow. Er is een ei uitgekomen en voor mijn neus staat een vliegende dinosaurus volgens mij. Oké, ik ga jou even wat eten geven. Hallo, ik heb hier een appel voor jou. Word je dan mijn vriend of niet? Ja. Oh! Ik zit nu gewoon op deze dinosaurus. En deze dinosaurus kan vliegen. Kijk, dit is wat ik nodig heb. Het ziet er alleen wel een klein beetje raar uit. Want dit is een baby dinosaurus. En ik ben best wel groot. Oké, maar op deze manier kan ik heel goed naar de andere dinosaurussen gaan zoeken. En daarvoor moet ik weer even naar de map toe. Want hier voor mijn neus is weer de map. De volgende dinosaurus is bij een of andere grote tempel. Oké, ik denk dat dat daarboven is. Dus dan gaan we daar gewoon even heen vliegen. En dan ben ik heel erg benieuwd welke dinosaurus we daar gaan vinden. Oké, wat hebben we hier? We hebben hier in ieder geval weer een map. En volgens mij kan ik hier de dinosaurus vinden. En mijn eigen dinosaurus die vliegt weg. Daar ga ik nooit meer op kunnen opstappen denk ik. Maar hier hebben we het volgende ei. En ook deze dinosaurus kan ik craften. Maar dit is de crafting recipe. En dit is letterlijk de dinosaurus die ik al heb. Oké, dat betekent dat ik een andere moet gaan opzoeken. Hè? En die is daar linksboven. Oké, we gaan daarheen. Alleen onderweg moet ik uitkijken voor andere dinosaurussen. Want ik wil echt geen ruzie. Volgens mij is de volgende dinosaurus die ik kan vinden daar beneden. En het lijkt hier best wel rustig. Dus ik ga gewoon even rustig naar beneden. Zo. Ja. Oké, en dan... Auw! Een beetje fall damage. Maar hier is helemaal geen dinosaurus te zien. Dus dat komt helemaal perfect uit. En ook deze dinosaurus kan ik als het goed is weer craften. Alleen waar is het recept? Oké, hier is het recept. Wat heb ik nodig? Ik heb waterbuckets nodig. Oké. Maar als het goed is moet hier binnen ook een ei liggen. Waar ligt het ei? Wat zit hierin? Helemaal niks. En hier is het ei. Is het jouw dinosaurus? Ik heb verschillende baby Mausauruses gezien. Oké, ze zegt dat er ergens een nest moet zijn. Ik denk dat dit een nest is. En dit is ook een nest, want ik heb weer een ei gevonden. En we gaan het ei laten uitkomen. En wat voor dinosaurus ga ik krijgen? Wat? Oké, dit is een hele lange dinosaurus en die heeft vis nodig. Nou, je zou dan toch wel denken dat hier ergens in de buurt ook vis moet liggen. Want ik wil dit dinosaurus best wel uitproberen, want ik moet naar het water daartoe voor de volgende dinosaurus. En daarvoor moet ik zwemmen en ik heb zo'n idee dat deze dino kan zwemmen. Oké, ik ga hier gewoon even naar boven toe en oké, hier staat een kistje, zit hier wat in, zit hier wat in. Kijk, hier zit vis in, dat dacht ik al. En dan kan ik weer naar beneden en de dino is weggelopen. Is de dino dood? Want er ligt hier een bot. Dit ga je niet menen. De dino die ik wil temmen is weggelopen. En oh nee. Nee. Er staat daar een dino. En deze dino ziet er niet bepaald heel lief uit. Oké, dino. Ga jij eens even heel gauw weg. Oprotten jij weg. Jij moet dood. Auw. Auw, dat deed pijn. Oké, dat was dus een vleesetende dino. Daarvoor moeten we uitkijken. Alleen waar is de andere dino die ik letterlijk net heb laten uitkomen? Oh, die is nergens te bekennen. Maar dat maakt niet uit. Want ik zie daar in de verte een vliegtuig. En met dat vliegtuig kan ik ook naar het eiland vliegen. Alleen dan moet ik langs al deze dino's. Dat is best wel een probleempje. Oké, laat ik eerst maar even gaan eten. Want ik heb echt bijna geen eten meer. Dat is niet heel erg slim. En dan ga ik er gewoon rustig langs. Dinootjes. Laat me met rust rennen. Oh, oké, laat me in het vliegtuig. Oh, oké, hier is het vliegtuig. Kan ik erin? Jazeker. En op deze manier kan ik er gewoon keihard vandoor vliegen met mijn vliegtuig. En dan kan ik hopelijk heel makkelijk het volgende ei vinden. Want dat volgende ei, die ligt daar voor mijn neus op het eiland. Oké, we gaan even kijken. Het eiland ziet er best wel eng uit. Ik moet mijn vliegtuig even landen, zo. En nu is de vraag, hoe kom ik hier naar boven? Weet je wat? We gaan gewoon even lekker bouwen. Wat voor dinosaurus kan ik hier krijgen? Hier is het recept en daar heb ik leer voor nodig en steen en bones. Ik heb alleen geen leer. Maar ergens hier moet dus ook het ei liggen. Alleen ik heb geen idee waar het ei daadwerkelijk ligt. Ik denk dat het ei hierboven ligt, maar dat weet ik niet zeker. Hallo, eitje. Ja. Kijk, dit is nou helemaal top. Wat voor dinosaurus gaan we hieruit krijgen. En wow! Oké, deze dinosaurus heeft wheat nodig. Nou, ik denk dat we dat wheat wel op dit eiland moeten vinden. En dan ga ik met die dino door naar de volgende dino. Want die kan ik namelijk weer aan de overkant vinden. En oh, dat ziet er best wel eng uit. Oké, eens even kijken. Ik denk dat er op dit eiland ergens wel iets moet liggen. Anders kan ik ook gewoon vliegen. Maar ik wil eigenlijk met de dino door naar de volgende dino. Waar ligt hier een kistje? Oh, oké, ligt hier een kistje. Dan denk ik dat hier het wheat in zit. Ja, kijk, dit is top. En hallo, grote dino-vriend. Ik heb even lekker wat te eten voor jou. Kom eens even naar mij toe. Ja. Kijk. Jij bent vanaf nu van mij. Dankjewel. Kan ik ook op jou zitten? Hallo, dino. Wat ben je allemaal aan het doen? Ik kan de dino laten zitten, maar ik wil erop zitten. Ik kan niet op deze dino zitten. Hey, aan jou heb ik echt helemaal niks. Nou, oké, dan ga ik maar weer vliegen. En we zullen aankomen bij de volgende dino, als het goed is. Alleen, dit lijkt wel op een soort van doolhof. Ik ben op dit moment daar bij dat gele puntje. Dit kan nog best wel een uitdaging worden, denk ik. En waarom heb ik zo'n idee dat dit best wel een gevaarlijke dino kan zijn? Oké, eens even kijken. Daar staat iemand en hopelijk heb jij wat te zeggen voor mij. Hallo, Angie. Wat heb jij voor mij te zeggen? Nee, niet deze kant op. Een dinosaurus-ei moet hier ergens liggen. Oké, maar ik moet dus niet deze kant op. Of, oké. Nou, ik ga maar naar jou luisteren, denk ik. Is er dan... Hier, volgens mij zit ze maar gewoon te pranken. Ik denk namelijk dat ik wel die kant op moet. Oké, eentje, doei, wegwezen. Ik moet wel deze kant op. Ik moet hierheen, denk ik. Nee, hier ligt ook geen ei. Ik ben echt heel erg benieuwd wat voor dinosaurus hier is. Oké, loop ik zo goed? We hebben hier een andere ondergrond. Ja, let's go, ik ben er. En ik denk dat dit een vleesetende dino is. Want je moet namelijk kip hebben om hem te craften. Maar ik heb natuurlijk gewoon een ei, dus ik kan hem gewoon in één keer openmaken en... Oh! Dit is best een aparte dino. En waarom ren jij voor me weg? En ik heb helemaal geen wortel voor jou. Dus ik weet niet wat ik met jou moet. Ik kan jou wel wat appels geven. Vind je appels lekker? Nee? Oké. Ik vind deze dino maar saai. Ik denk dat ik gewoon even heel snel langs alle dino's ga. En dan ben ik heel benieuwd wat ik allemaal nog kan vinden op dit eiland. We zijn aangekomen bij de volgende dino. En ik moet hier een klein parcoursje doen om daadwerkelijk naar boven te komen. En dit is een T-Rex. Oké, hiervoor heb ik denk ik sowieso vlees nodig. Ik denk dat vlees om hem daadwerkelijk ook te kunnen gebruiken. gebruiken. Maar ik heb eigenlijk helemaal niet zo heel veel aan die dino's. Dus ik ga hem gewoon even openen. Kijk, ik had gelijk. Ik had dat vlees moeten hebben. Kijk dan hoe vet deze dino er ook weer uitziet. Alleen ik denk wel dat deze dino best wel gevaarlijk is. En dit is nog een baby, hè. Laat staan als hij echt groot is. En we zijn aangekomen bij de allerlaatste dino op dit hele eiland. En hoe ziet deze dino eruit? Oké, een Spinosaurus is het. Oh, wow. Is dit niet de dino die ik letterlijk al een keer had, of niet? Ik heb deze al een keer gezien. Alleen is het een lieve dino? Dat is vrouw. Au. Oké, het is geen lieve dino, want als ik hem aanval, valt hij me ook aan. Nee, ga jij eens even dood als je moet. Au. Wegwezen. Oké, ik heb alle dino's gezien. En nu denk ik dat ik op dit eiland nog even moet gaan overleven. En misschien wel een dino-dierentuin wil maken. Laat in de comments even weten of ik dat een keer moet doen. Maar dit was de video. Klik even op een van deze andere twee video's, want dan wil je zeker niet missen. En abonneer even op mijn kanaal, want ik kan zien dat jij nog niet bent geabonneerd.